Waar we gaan beginnen is eventjes een pad maken. Is dit een mooi pad? Nee. Dan doe ik liever dit. Nou, dit stukje is in ieder geval mooi als ingang. Op deze manier. En dan gaan we hier een achtbaan bouwen, want dat was dus wat jullie graag wilden. Laat in de reacties weer achter welke achtbaan of welke attractie we volgende keer gaan maken. Yo kijkers van Bomber Games en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe episode van Rollercoaster Tycoon 3. Vorige keer hebben we dit gebouwd, dat hebben jullie net gezien in de intro. Toen zijn we echt een hele episode mee bezig geweest. Ik vind het best mooi geworden, laat in de reacties achter wat jij ervan vindt. Ik heb ook de reacties gelezen en daarin hebben jullie achtergelaten wat wij als eerste moesten gaan bouwen. En dat was een achtbaan. Zijn te goedkoop, nou dat is toch lekker voor die mensen. Dus moet ik even nadenken welk pad het ook alweer was. Deze denk ik. Ja. Oké, mooi. Op deze manier. En dan gaan we hier een achtbaan bouwen, want dat was dus wat jullie graag wilden. Laat in de reacties weer achter welke achtbaan of welke attractie we volgende keer gaan maken. Natuurlijk gaan we niet alleen een achtbaan maken deze episode. Maar dat moeten we nog even kijken. Welke achtbaan zullen we gaan maken? Ik ga hem niet... Alleen even kijken wat je precies met deze... Zo. Is nogal groot, hè? Even kijken wat je er precies mee kan. Hij mag op zich... Oh, daar komt hij al aan. Zodat wij ook weten wat we... precies kunnen maken. Ik denk dat dit op zich wel een goede achtbaan is. Ik hoor nu allemaal eentjes en dingetjes. Even kijken. Zo. Het gaat lekker hard. Dus het is gewoon... Ik kan ook loopings doen, denk ik. Het staat wel hard, maar dat is op zich wel goed. Want ik praat nu toch niet. Oh, ik stoot de microfoon aan. Oké, dit kunnen we dus een beetje ermee doen. Dit is wel een hele lange achtbaan trouwens. Oké. Afremmen en dan gaat hij recht naar beneden. Gaat hij nu naar het einde dan weer? Nou, dit is wel een hele lange achtbaan. Zo. Nu zullen we wel naar het einde gaan, toch? Ja. Oké. Dan weten we dat ook. Hoe moest dat ook alweer? Verwijderen. Maar dat is op zich wel een goede achtbaan. Ik denk dat we daar wel ver mee kunnen komen. Giga achtbaan. Hero, we kunnen nog een beetje een lange... heuvelkabellift. Wat is dit? Nou, oké, ik weet niet wat het is, maar... korte bocht eventjes, dat we... weer door kunnen. Zo is wel hoog genoeg. Een beetje snelheid krijgen. Even kijken.
Dus doen we een bocht die kant op. Nee, dat kan niet, oké. Okay. Zo, ik denk dat dit allemaal wel gaat werken op deze manier. Poepoe, dat is wel een hele overhellende bocht. Even kijken hoor, wat zullen we eens gaan doen? Remmen hebben we hier. Oké, okay, maar dat gaan we nog niet doen. Die kant op. Dan gaan we hem recht zetten. Draaien. Kijken of dit werkt. Oké, dat werkt dus nog niet. Even kijken hoor. Wanneer kunnen we de grote spiraal en dat soort dingen doen? Even kijken of het allemaal werkt hoor. Kijk hoe ver we gaan komen. Het geluid staat weer hard, maar dat maakt niet zoveel uit. Zo. Kijken of we dit allemaal gaan redden. Ik heb het gevoel van niet, maar als we het redden zou het best wel vet zijn. Hup. Oké, er overheen, gelijk een beetje snelheid. Ja, dit redt hij makkelijk. Dit ook. Ja, dat redt hij niet. Oké, dat. Maar hij redt het in ieder geval wel, dat stuk. Even dag maken gelijk. Deze zet ik wel weer even uit. Nee, gewoon rechtdoor. Even kijken hoor. Nee. Op deze manier gaat het wel werken. Oké, dit werkt niet. Zo, die past. Gaan we hem even uittesten of hij dat hele stuk ook echt doet. Lekker lange rij. Dat is de verkeerde, dat dacht ik al. Gaan we er nu in, want nu heeft hij die stuk omhoog al gedaan.
allemaal goed. Ik hoop dat hij niet te eng is of zo, maar ik denk het eigenlijk niet. Aangezien er geen loopings et cetera in zitten. Ja, red het. Oh, ik druk elke keer op escape. Kunnen we de testresultaten zien? Even kijken hoor, waar dat ook weer staat. Hier ook. Opwinding is wel hoog, maar ik denk dat er wel veel mensen ingaan. Ik moet even stoppen met op escape drukken. Oké. Hij kan op zich eigenlijk wel open. Ja, en dan gaan we er een soort hek omheen bouwen. Om het een beetje mooi afgeschermd te maken. Zo. Even een mooie hek zien te vinden. Even kijken hoor, ik denk dat ik gewoon deze doe. Eén, zodat mensen niet onder de attractie door kunnen. En twee, zodat ik de aan de binnenkant allemaal planten en bloemen et cetera kan gaan maken. Oké, zo. Het zit allemaal op één lijn, dus dat heb ik op zich wel handig gebouwd. Achteraf had ik er helemaal niet over nagedacht natuurlijk. Die dingen zet hij wel naar buiten toe, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Zo. Kijken. Tot het einde doen we het gewoon. Het kan op zich wel zo. En dan over dat laatste stuk zou je in principe gewoon kunnen lopen. Zo, er staat in ieder geval een mooi hek omheen nu. Kijken hoe we dit mooi op kunnen vullen. Kijken wat we nog allemaal hebben. Iets moois. Even kijken, we moeten nog even een kleine hebben. Die een kwart tegel doen. En dan kunnen we deze kleine bloemperken zo eromheen doen als het ware. Het is trouwens wel duurder om zo'n ding te vullen met deze. Maar dat maakt er niet zoveel uit natuurlijk. Aangezien we toch oneindig veel geld hebben. Dat moet natuurlijk ook opgevuld worden nog. Het zijn wat zwevende dingen natuurlijk. Dan gaan we zo meteen even kijken of we dat een beetje kunnen veranderen nog. Alleen bomen moeten we nu nog hebben. Even dat daar weg. En dan vullen we
Dan kunnen we helemaal niks meer daar opvullen, maar oké, dat maakt het verschil dan niet zo heel veel uit. Even kijken. We moeten dit nu allemaal op gaan vullen natuurlijk. Ik vul het eerst even alleen met dingen op. Met planten, met bloemen. En dan vul ik het later wel op met ook, hoe noem je het, met bomen en struiken en dat soort dingen. Oké, dat gaat daar niet. Zo. Het schiet zo lekker op, in ieder geval. Laat eens in de reacties even achter wat voor attractie ik de volgende keer moet gaan bouwen. Als ik elke attractie op deze manier moet bouwen, dan gaat het natuurlijk wel veel tijd kosten. Wat op zich niet zoveel uitmaakt, maar het moet natuurlijk wel gewoon een mooi park worden. Vind ik altijd. En Sophie zit naast mij Euro Truck Simulator te spelen. Ik heb dat heel lang geleden, is dat trouwens, dat ik dat weer nog gespeeld heb. Hoppakee, alles opgevuld met lelijke bloemen. Oh, en dan gaan we daar nu bomen... Oh, ik klik steeds verkeerd. Bomen bij doen. Nee, niet weghalen. Wat hebben we nog meer dat we neer kunnen zetten? Even kijken. Grote eikenboom gaan we niet doen. Hebben we eigenlijk nog iets van een... iets wat we hierbij kunnen zetten? Nee, eigenlijk niet. Nee, oké. Binnenpalm kunnen we er nog wat bij doen om het een beetje mooi te maken. Zo. Van onderaf een keertje kijken. Zo, oké. Dit is onze achtbaan. Hoe gaan we hem noemen? Even kijken hoor. Hij ziet er nogal rood uit, dus hoe gaan we hem noemen? De Rode Duivel. Prachtige naam. 16 bezoekers zitten er al in. Ik ga eventjes een marketing eruit gooien. Even kijken waar we dat ook weer kunnen doen. Attractie management, nee. Het kan bij park management gewoon. Even kijken waar... Nou, dat kunnen we wel zo via hier natuurlijk. Campagne. Voor gratis attracties. Krant. De Rode Duivel. Hoppakee. En dan
Hoop ik dat jullie het een leuke episode vonden. We hebben niet heel veel gedaan. We hebben deze hele attractie gebouwd. En ik weet eigenlijk niet hoe lang we nu bezig zijn. Ik heb eigenlijk echt geen idee. Maar ik denk dat we wel op zich wel een lange episode hebben. Deze attractie is nu helemaal klaar voor gebruik. Ik hoop dat jullie het mooi vonden. Laat in de reacties achter. Als jullie het leuk vonden, laat even een like achter. Nieuwe episodes komen eraan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een hele drukke achtbaan. En een hele leuke serie. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later.